Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over Nederland, met name over het westen. Dat zijn vaak sluierwolken. En verder zien we in het oosten en zuidoosten eerst nog nevel en mist. Daarna schijnt de zon van tijd tot tijd met temperaturen van eh, rond het vriespunt in de kustgebieden tot min 3 in het oosten. Maar vanmiddag komt de temperatuur op de meeste plaatsen rond of net iets boven nul uit. Alleen op plekken waar de mist hardnekkig is kan het blijven vriezen. En verder zien we regelmatig de zon, geen neerslag en weinig wind. Vanavond nee, dan breidt de mist zich langzaam weer wat uit, met name over de zuidelijke helft van het land. Temperaturen duiken al snel tot onder het vriespunt. En in de nacht gaat het zelfs matig vriezen. Op een enkele plek boven een sneeuwdek misschien zelfs streng. Morgen een dag met temperaturen in het algemeen net iets onder het vriespunt, maar in het noorden komen we er een fractie boven. Eerst wat nevel, dan de zon. In het noorden iets meer wolkenvelden. En dat zien we woensdag ook. Meer wolken in het noorden, in het zuiden en midden nog wel de zon. Net als op de donderdag. Het blijft heel rustig weer. De Hoge drukgebied verplaatst zich langzaam wat naar het zuiden, zodat er een wat westelijke wind komt. En dan lijken de temperaturen voorzichtig iets op te lopen later in de week. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.